Hartelijk welkom in de kerk van Onnedendam. Vanavond willen we kijken naar de betekenis van het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Wie zondigt er wel eens tegen het zesde gebod? Misschien dat je geneigd bent om te zeggen, tegen het zesde gebod heb ik nog niet gezondigd. Gij zult niet doodslaan. Ik heb nog nooit iemand doodgeslagen in mijn leven. Ik heb nog nooit iemand vermoord in mijn leven. Als we 10 geboden beluisteren en we komen bij het zesde gebod, dan kan ik een groen vinkje noteren. Ik heb nog nooit iemand doodgeslagen. Ik heb nog nooit iemand vermoord. Dat zit bij mij in orde. Klopt dat? Is dat correct? Er zijn mensen die liever de samenvatting van de wet beluisteren dan de 10 geboden zelf. Ze hebben liever dat op zondagmorgen de dominee de samenvatting voorleest, de hoofdsom, dan de 10 geboden. Want de 10 geboden, ja, dat gaat zo van gij zult en gij zult en gij zult en gij zult. Dat klinkt allemaal zo streng, zo vanaf de kansel. Gij zult? Nee. Dan liever de samenvatting. U zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en de naaste als uzelf. De samenvatting gaat over de liefde, dat je moet lief hebben. En ja, dat kun je natuurlijk nooit vaak genoeg horen. Dat klinkt heel goed. Dat moet gezegd worden, dat we lief moeten hebben. Maar eerlijk gezegd kan dat nog wel eens tegenvallen, hoor. Want als je dit gebod zou moeten overzetten in het positieve, dan verdwijnt dat groene vinkje vanzelf. Jezus doet dat. Hij zegt ook boze gedachten en boze gevoelens maken je schuldig aan dit gebod. Gij zult niet doodslaan. Hij gaat nog een stapje verder. Hij zegt dat je zelfs je vijanden moet liefhebben. Hij zegt keer je andere wang toe. Dus niet doodslaan, maar ook geen wrokgevoelens hebben, geen boze gevoelens hebben, maar liefdegevoelens hebben voor je vijanden. En als je je vijanden, de buurman waar je zo'n ruzie mee hebt, tegenkomt, je andere wang hem toekeren. Dat is wat Jezus zegt. Het christelijk geloof is de enige godsdienst die het heeft over vijandliefde. Geen andere religie heeft het daarover, maar Jezus wel. Dat je je vijanden moet liefhebben als jezelf. Dus dit gebod positief vertaald, ja, dan komt het nog dichterbij. Niet alleen niet doodslaan. Maar ook liefhebben. Je vrienden, jij je vrienden. Maar ook je vijanden liefhebben. Wie zit er nu nog een vinkje bij het zesde gebod? Gij zult niet doodslaan. Ja, dat is een gebod waar iedereen het mee eens is. Daar is breed draagvlak voor. Iedereen vindt dat dit gebod geldig is. Je mag niet iemand gaan doden. Kom nou, stel je voor dat mensen elkaar zouden gaan ombrengen bij het minste of het geringste. Dan is niemand zijn of haar leven meer zeker. Natuurlijk kan dat niet. We moeten elkaars leven respecteren. We moeten van elkaars leven afblijven. Anders kan niemand zich meer veilig voelen. Maar waarom is het leven dan zo beschermwaardig? Wat is de intrinsieke waarde van het leven? De wereld draait heus wel door met een mensenleven meer of minder. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom vinden we dit zo belangrijk? Een antwoord op die vraag is nog niet zo eenvoudig. In onze dagen heeft de waarde van het mensenleven iets dubbels. Zonder geloof in God heb je ook geen echt goed argument om de waarde van een enkel mensenleven vast te stellen. Ja, het is natuurlijk zo dat mensen om je heen van je houden en op je gesteld zijn en je absoluut niet zouden kunnen missen, maar vanuit een breder perspectief. Wat voegt jouw leven nou toe aan een wereld die misschien al miljoenen, miljoenen, miljoenen jaren zou bestaan?
Maak jij dan het verschil? Wat is nou jouw toegevoegde waarde? In dat perspectief is een enkel mensenleven toch niet meer waard dan een mier? Enerzijds kennen we hoge waarde toe aan een mensenleven. Je moet eruit halen wat erin zit, zeggen we. Mensen dromen van een mooi leven en van een lang leven en van een geslaagd leven, van een gezond leven, van een rijk leven. Je moet ervan genieten. Je moet ervan genieten als je jong bent. En mensen doen er van alles aan om zo lang mogelijk jong te blijven of er jong uit te zien. En als dat niet meer lukt, als de ouderdom met gebreken komt, als het leven niet meer zo leuk is, als er verdriet in je leven komt, als er tegenslag komt, als er zorgen komen, als het allemaal niet meer zo gemakkelijk gaat, als je het leven moe wordt, dan kunnen mensen zomaar het leven afschrijven. Dat is de andere kant. Als je er zelf nog van kan genieten en als het mooi gaat, ja, dan is het kostbaar. Maar ja, als je het als zinloos gaat ervaren, dan zegt u het maar. De conclusie is dus dat het leven van jou is. En dat je er zelf waarde aan geeft. Objectief gezien heeft het leven in onze tijd niet meer zoveel waarde. Een mensenleven is waardevol als de betreffende mens er waarde aan verleent. De Bijbel gaat niet mee in de verheerlijking van het leven op deze manier. Het leven is niet pas waardevol als je er zelf veel plezier aan ontleent. En als je het zelf waardevol acht. Als je er zelf mee uit de voeten kan. Het leven is altijd waardevol. Het leven is per definitie kostbaar, ook in alle kwetsbaarheid. God blies de eerste mens de levensadem in. We zijn een scheppingswerk van God, ieder mens, geschapen en gemaakt door God. Een kunstwerk, geschapen naar het beeld van God. Een parel, kostbaar, uniek en daarom altijd waardevol. Dat betekent dat wij ons leven als een geschenk mogen zien. Dat wij ons leven als een cadeau mogen ontvangen. Dat ons leven geen eigen project is waar we zelf mee bezig moeten, maar dat ons leven gewild is. Dat ons leven een doel heeft. Niet het doel wat wij verzinnen, maar het doel wat God ermee heeft. Er is een schepper, een God die ons heeft bedacht en heeft gemaakt. En daarom mogen we het leven als een geschenk aanvaarden, zoals het is. Inclusief alle kwetsbaarheid. Inclusief het lijden. Inclusief ook de zonde. Want ja, wij zijn zondige mensen geworden. Maar God heeft het niet met ons opgegeven. Hij gaat met ons door. Hij ziet nog perspectief. En daar mogen we aan vasthouden. Hij wil ons genadig zijn. Hij wil ons redden. Ja, hij wil ons zelfs eeuwig leven geven. Daarom zien we op God. Ook in onze zonde en onze strijd. En mogen we het van God verwachten. Hij weet er iets moois van te maken in de Heer Jezus Christus. En daarom ligt ons leven in Gods hand. En daarom ligt ook ons levenseinde in Gods hand. Oh, Jesus.
Het gebod is breed. Je mag je naaste niet doden door gedachten, door gebaren, door woorden en nog minder door daden. Jezus zegt in Matteüs 5, vers 21, u hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. De aardse overheid gaat gelukkig niet over onze gedachten. We hebben geen gedachtenpolitie. Dat zou ook niet kunnen. In ons denken zijn we vrij. Dat is voor onszelf. Niemand die het ziet, niemand die het weet. Niemand? Ja, toch wel. God weet het. God kent onze gedachten. Hij kent de overleggingen van ons hart. Hij weet wat er in ons leeft. Ook aan gevoelens. God weet alle dingen. Wat je denkt en wat je voelt. En als je boos denkt over de ander, dan ziet God dat. En ben je bezig het zesde gebod te overtreden. Ja, we kijken naar de bereidende rechter. En je ziet hoe haat en ergernis mensen kunnen verteren. Mensen kunnen bezetten. Maar hoe is het in onze eigen familie? Hoe is het in onze eigen straat? Ik hoor het onderweg wel eens. Ik heb geen contact met mijn kind. Ik heb geen contact met mijn ouders, met mijn broer, met mijn zus. Oude kwesties die onopgelost blijven en voort blijven woekeren. Buren die geen gelegenheid onbenut laten om elkaar te treiteren en te ergeren. Wat is de reden? Boosheid, jaloezie, onrecht, egoïsme en ga zo maar door. De apostel Johannes zegt, wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, is in de duisternis tot nu toe. Maar ja, wat is dan de oplossing? Moet je dan maar een olifantenhuid aankweken en alles maar over je rug laten wegglijden? Moet je je niks meer aantrekken? Moet je onverschillig worden? Moet je alles met de mantel der liefde bedekken en altijd alles maar vergeven? Alles ontkennen? Dan leef je in een hele andere wereld op een gegeven moment. Kan dat? Jezus zegt in Matteüs 5, wie onterecht boos is. Onterecht. Dus je kunt ook terecht boos zijn. Als er onrecht gebeurt, dan is het terecht als je daar boos over wordt, als je je daarover verontwaardigt. Onrecht roept boosheid op, want we kunnen onrecht niet zomaar accepteren. Maar hoe verder? Het mooiste zou zijn als je in gesprek zou kunnen gaan. En als je in het gesprek zou kunnen aangeven, ja, waar je het onrecht ziet, waar je gekwetst bent, wat je pijn doet, wat je anders zou willen, welke oplossingen er zou kunnen zijn, hoe het in de toekomst beter zou kunnen worden. Hè, dat je daar eerlijk en open met begrip over en weer over zou kunnen praten en dat je eruit zou kunnen komen en dat je zou kunnen werken aan herstel en aan nieuwe verhoudingen. Dat zou het mooiste zijn. Niet altijd mogelijk. Misschien is het mogelijk om iemand bij te halen, een soort bemiddelaar, een mediator, een ouderling of een predikant of iemand anders. Als er een geschil is, zou je kunnen wenden tot de rechter. De overheid is er om geschillen op te lossen. En als er geen oplossing gevonden kan worden, als de boosheid blijft, als er geen bereidheid is om in gesprek te gaan, als er verharding is, moet je dan zelf boos blijven en moet je dan met die boosheid blijven rondlopen? Ik denk dat het dan belangrijk is om het bij God te brengen. Breng het bij God. Als er in dit leven geen recht gedaan kan worden,
dan zal God straks recht doen. Dan mag je bij God parkeren. En God gaat ermee verder. Hij gaat recht doen. Hij kent ons hart. Hij kent mijn hart. Hij kent het hart van de ander. Hij weet precies welke gevoelens, welke overwegingen een rol spelen. Hij weet alle dingen. Hij ziet alle dingen. En de Bijbel zegt dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naar wat hij heeft bedreven. Het zij goed, het zij kwaad. Maar dan ben je ook zelf aan de beurt. En wie durft dan te zeggen, bij mij is alles schoon. Ik heb niks gedaan. Het ligt enkel en alleen bij de ander. Ik heb geen aanleiding gegeven, ik heb het altijd goed gedaan en ik heb geen fouten gemaakt, ik heb niks verkeerds gezegd. Ik heb schone handen, maar die ander, die enzovoort enzovoort. We hebben toch ons eigen hart leren kennen. En we weten toch wat er in ons eigen hart kan leven. Ben je echt zo onschuldig? Het is goed om jezelf te onderzoeken voor het aangezicht van God. Heere, als ik op een verkeerde weg ben geraakt, als ik verkeerde dingen heb gezegd, wilt u het me laten zien en vergeef mijn zonde. Neem het van me weg en leid me op de goede weg. Laten we alsjeblieft in onze conflicten een toontje lager zingen. Laten we zien op Jezus. Hij heeft nooit kwaad gedaan. Hij deed enkel goed. Hij was puur en oprecht. Zo heeft hij in deze wereld rondgelopen. En toch zet hij de beker aan zijn lippen. De beker van het oordeel. Hij drinkt het oordeel op. Het oordeel van God over de zonde van de wereld. Het onrecht van de wereld. Het onrecht van die buurman. Het onrecht in de hele wereldgeschiedenis. Het is in zijn beker gekomen. En hij heeft het vrijwillig opgedronken. Zullen wij het dan maar aan Jezus overdragen? En er zelf niet mee blijven rondlopen? Want in die beker, in die beker die Jezus vast heeft en die Jezus leeg drinkt, zit ook mijn onrecht. Daar zitten ook mijn zonden. Daar zit mijn boosheid in. Daar ligt mijn drift in. Daar ligt mijn trots in. Daar ligt mijn gevloek in. Daar ligt mijn haat in. En hij drinkt het leeg. Ik moet van genade leven. De enige die nooit één van de geboden had geschonden, of ook maar in de minste mate in zijn hart een moord had begaan, werd gedood door boosaardige moordenaars zoals wij zijn. Wij storten onze bekers over elkaar uit. Jezus dronk de beker voor ons leeg. Misschien moeten wij ook eens wat meer slikken en vooral bij Jezus brengen. Dat is de weg die we moeten gaan. Gij zult niet doden. Gij zult liefhebben God boven alles en de naaste als jezelf, ook je vijanden. Dank weer voor het kijken. Een hele goede zondagavond toegewenst. En graag tot volgende week. Dan gaat het over het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Tot dan. Dag.